Mats, jullie winnen bij de nummer 1 met 3-2. En ik moest je bijna uit de bus halen, zo snel was je vertrokken. Tikje chagrijnig, toch? Ja, ik was wel een tikje chagrijnig, ja, klopt. Dat valt nu wel mee. Ik bedoel, niet te lang bij stilstaan, maar ik had er wel even een klein beetje de pest in. Het ging niet zoals we wilden. Ja. En dan maakt het niet uit of je wint of verliest. Als het niet gaat zoals je wil, dan word je chagrijnig. Nou, niet per se. Ik kan heel snel schakelen in dingen. Alleen het was wel een klein momentje, ja. Wat wilde er eigenlijk niet lukken? Nou, ons eigen spelletje, baltempo. Ik bedoel, als je 3-2 wint tegen, met alle respect, het, niet alle basisspelers van Siwa. Denk ik niet dat we het heel best hebben gedaan. Nee, jullie spelletje, inderdaad, met baltempo kwam er nauwelijks uit. De omschakeling naar de verdediging was er in de eerste helft eigenlijk bijna niet. Ja, eens. Gewoon ja, hoe je de wedstrijdinstelling ingaat, was onvoldoende. Maar komt dat ook omdat je bij de tegenstander kijkt en denkt, oh... Ja, misschien indirect toch. Kijk, dat kan je niet zo zeggen. Alleen, ja, het hoort niet. Ik denk het eigenlijk niet. Het blijft een wedstrijd om de play-offs. We moesten winnen, hebben we uiteindelijk wel gedaan. Maar misschien stiekem, toch wel. Ja, want het was met pijn en moeite. En je wint hem in de eerste helft, notabene. De slechtste van de twee, zal ik maar zeggen. Ja, dat klopt, ja. Je komt de eerste helft ga je met 3-2 de rust in. Ja, dat is mooi, maar ja, of het verdiend is, dat weet ik niet. Een 2-0 0-0, ja. Gelukkig gewonnen. De eerste helft, één actie. Je staat alleen voor de keeper en je gaat met dat balletje achter je standbeen langs. Jullie staan op dat moment achter. Ja, ik kan erom lachen, maar wat zegt je coach in de rust? Die kon er niet om lachen, dat kan ik je wel vertellen. Ja, goed, ik denk ik probeer het. Hij gaat gewoon hard richting doel. Ik denk voor hetzelfde gaat City. Dat is mijn keuze. Ik denk of ik hem nou met links neem of zo. Maar ja, de coach was niet blij mee, nee. Nee, en dat hoort er ook bij op zo'n moment. Daar word je dan na afloop chagrijnig van. Als het niet loopt, je krijgt op je donder. Terecht, denk ik. Want als hij zit, vindt iedereen het prachtig. Maar als hij niet zit, dan zijn ze boos. Ja, dat hoort erbij. 3 punten. Kan jullie het schelen? Je staat weer derde. Kijk, ja, zo kan je het ook zien. Zo gaan wij het nu ook zien.